Goedenavond en welkom bij Kruispunt, dat deze zomer met de kloosterserie vanuit de mooiste abdijen in Vlaanderen komt. Ik ben vanavond in Loppem, een heel klein plaatsje vlak onder Brugge. Daar bidden, leven en werken zo'n 20 Benedictinessen. En ze doen dat in deze prachtige priorij hier achter mij, de priorij van Bethanië. Een van de Benedictinessen is zuster Hanna. Zij is de jongste van het stel. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedemiddag. Welkom in Bethanië. Welkom, Leo Feijen. Zuster Hanna. En u bent de jongste van het klooster. Op dit moment. U bent de hoop van Loppem. Want dan zitten we hier in Vlaanderen. Hoe is het om de jongste te zijn en op wie alle ogen gericht zijn? De hoop van het klooster. Zo voel ik mij helemaal niet. Nee? Nee. Ik ben wel de jongste op dit moment, maar ik heb toch nog hoop op nieuw en jonger leven na mij. Maar zelfs als dat niet komt, ik voel mij op mijn plaats, ik ben gelukkig en ik ben in de handen van God. En wat er ook gebeurt, ik ben ervan overtuigd dat ik op mijn plaats ben. Zullen we naar binnen gaan? Ja, absoluut. Komt u binnen. Deo gratias. Wij danken God. Dat is eigenlijk omdat in de regel van Benedictus is de ontvangst van gasten heel belangrijk. En Benedictus zegt dat we elke gast moeten ontvangen als Christus zelf. En dus wij danken God voor elke persoon die hier aanbelt, die hier binnenkomt. We zijn te gast in priorij Bethanië. Het klooster staat in Loppem, een klein plaatsje aan de westkust van België. De 20 zusters leven er volgens de regel van Benedictus, de grondlegger van het kloosterleven. 5 maal per dag komen ze samen in gebedsdiensten. De psalmen staan er centraal. Met haar 37 jaar vertegenwoordigt zuster Hanna de toekomst van het klooster. Ze leeft met zusters van wie er veel al op hoge leeftijd zijn. Ik denk dat inspiratie niet leeftijdsgebonden is. Wel in tegendeel, er zijn oudere medezusters van mij die heel inspirerend kunnen zijn. En hoe inspireren ze u dan? Door hun manier van leven. Door de manier waarop zij zijn. Ze hebben een hele levenservaring achter de rug en voor mij zijn dat levende levensverhalen. En ik vind dat een groot geschenk om met die mensen te mogen samenleven. Zij vertellen mij zoveel, ook zonder woorden. Zuster Hanna leeft nu 13 jaar in het klooster. Ze heeft in die tijd bijna 15 zusters begraven. De gemeenschap vergrijst, maar houdt haar eigen dynamiek. En uiteindelijk in het gemeenschapsleven zoals het onze, in een monastiek gemeenschapsleven, kiezen wij er ook niet voor om over alles met elkaar te kunnen praten. Wij kiezen eigenlijk voor een leven met de Heer. En om dat leven met de Heer te kunnen leven, hebben wij de steun van een gemeenschap en zijn wij aan elkaar gegeven. En het vertrekpunt is dus helemaal anders. Ik ben niet naar deze gemeenschap gekomen voor de medezusters. Ik ben naar deze gemeenschap gekomen omdat ik erin geloof, of omdat ik voelde, dacht, geloofde, zeker was, dat ik in deze gemeenschap mijn roeping kan beleven.
Zuster Hanna leidt ons rond, met plezier. Want ook zij ziet het klooster weer met nieuwe ogen. Ze is net terug uit Rome, waar ze het grootste deel van het jaar studeert. Ze promoveert op een passage uit de regel van Benedictus. Haar promotie is een zware opdracht. Ze is veel weg en mist de gemeenschap. Morgenavond. Het is mijn thuis. Dit is uw thuis? Dit is absoluut mijn thuis. Toen ik hier het eerst kwam, toen ik die gemeenschap zag, ik zag van alles, maar er was iets in mij die zei, dit is de plaats waar ik al jaren naar zoek. Want ik had al behoorlijk wat gemeenschappen gezien in Vlaanderen en ook in Nederland. En waarom was dit de plaats waar u naar zocht? Waarom dacht u dat toen u hier kwam? Ik denk niet dat ik dat dacht. Ik denk dat ik dat voelde. Ik kan het vergelijken met verliefd worden. Waarom voel je op een bepaald moment een aantrekking naar iemand en zeg je, met die zou ik mijn leven kunnen doorbrengen? En toen ik hier kwam, had ik zoiets van, hier kan ik vorm geven aan de roeping die ik in mij voel. Toen ik 17 was, gingen wij op bezinning in de abdij van Malen, 3 dagen. En ik moet zeggen, ik was niet echt enthousiast voor die bezinning. We hebben daar getuigenis gekregen van een zuster die dus haar roeping verteld heeft en verteld heeft hoe zij ervoor gekozen heeft om haar leven aan God te wijden doorheen gemeenschapsleven en gebedsleven. En toen was er zoiets in mij van, dat is toch echt prachtig, maar zoiets zou ik niet kunnen. En wij mochten toen ook deelnemen aan het gebed van de zusters. En de eerste dag vond ik het een beetje grappig zo. En ik dacht, hoe is dat nu toch mogelijk dat men zoiets heel zijn leven kan doen? En de tweede dag ben ik zo diep getroffen en was er iets in mij die zei, maar wat zou je doen moest jij je tot zo'n leven geroepen voelen? En vanaf dat moment heeft die vraag mij nooit meer losgelaten. En wist ik diep van binnen, ik ben geroepen. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Maar er is voor mij daar toch wel één heel duidelijk moment geweest waarop ik heel duidelijk van het een op het andere moment aan kloosterleven heb gedacht. En dan is dat langzaam, maar zeker, ja, tot vorm gekomen, heeft dat vorm gekregen. En heeft u in die periode getwijfeld van die jaren daartussen? Ja, absoluut. En wat was de grootste twijfel? Voor mij was de grootste twijfel die van het geloof zelf. Dus ik heb momenten gekend van grote duisternis in mijn geloofsleven. Waardoor ik dacht, ja, kan ik mijn leven geven aan God? Bestaat God eigenlijk wel? Als ik daar heel mijn leven aan geef, moet ik toch zeker zijn dat hij bestaat. En dat heeft crisis bij mij teweeggebracht en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik soms getwijfeld heb of het wel de juiste keuze was. En dat dacht u in die jaren, dat u twijfelde, moet ik het doen, moet ik het niet doen? Ja, zo, het is moeilijk. De twijfel of God er wel is en of u daar dan uw hele leven aan moet wijden? Ja, er zijn zo'n momenten geweest, ja. Er zijn meer momenten van dorheid, droogheid en leegte dan van volheid. Ik denk dat het bij het leven hoort dat we niet elke morgen opstaan en Alleluia zingen. Het is niet elke dag krentenbrood? Nee, absoluut niet. Maar ik ben wel zeer gelukkig. Dat wil ik er meteen bij zeggen. Hoe kun je gelukkig zijn als je meer dorheid en droogte meemaakt dan dat je het idee hebt van de geest is echt over me uitgestort? Ja, ik ben daar natuurlijk ook wel van overtuigd dat de geest over mij uitgestort is. En ik ben vooral zeer diep overtuigd van het feit dat ik leef met de Heer.
dat is ook de sterkte van het gemeenschapsleven. We hebben niet allemaal op hetzelfde moment die droogte of die dorheid te doorleven. En het is heel sterk voor ons. De stimulans van de medezusters is heel sterk. De ander zien bidden, doet mij vaak al bidden. We zijn hier op het meisjesinternaat, dus de meisjes van de abdijschool van Zevenkerken, die zijn hier gelogeerd. Dat zijn er een kleine honderdtal. Jammer genoeg is de vakantie net begonnen, dus u vindt de kamers leeg. De meisjes die komen hier elke avond rond 4 uur, 4 uur 30 aan. Die nemen hier dan 4 uurtje, studietijd, ontspanning. En die slapen hier dan. Er zijn 4 opvoedsters die hen daarin begeleiden. En 's morgens na het ontbijt gaan zij naar school om dan vervolgens 's avonds terug naar hier te komen. Zij zorgen voor een belangrijke bron van inkomsten, ja. Ledigheid is de vijand van de ziel, zegt Benedictus. Alle zusters, ook al zijn sommigen ver in de 90, hebben daarom hun taken. Elke zuster heeft normaal haar taak in de gemeenschap. En zuster Benedicti is momenteel onder andere verantwoordelijk voor de was. Dat gebeurt meestal naar het einde van de week toe. En dan de maandag de grote was van onze habijten en zo. En vanaf dinsdag wordt het dan strijken, plooien. En dan krijgt iedereen haar was terug geplooid in pakjes op naam. Ik heb in mijn eigen leven ook heel vaak gemerkt dat als ik dingen met haast doe, omdat het toch moet gebeuren en zo, of als ik mij daarin opjaag of ik raak gestresseerd, dan doe ik eigenlijk niks echt goed. Terwijl als ik denk, goed, nu doe ik dit. En binnen een uur zullen we zien. En ik open dat ook heel vaak voor de geest. Wat zal ik nu eerst doen? En dan zeg ik, vraag ik licht. En ik bleef dat met de Heer en dan denk ik, nu ga ik eerst dat doen. En dan heeft het geen zin om te denken over die 10 andere dingen die ik dan ook nog moet doen. Ik doe nu eerst dit. Dit is afgehandeld, ik open en ik zeg, nu doe ik dat. En ik merk, de tijd wordt heel rekbaar voor mensen die leven in de geest. De tijd wordt elastisch en dit vraagt dat wij bij momenten kunnen stilstaan en kunnen niets doen. Want dan pas... Een water waar je voortdurend in roert, daar ziet je niet helder in. En ik denk dat het gevaar zelfs in onze monastieke gemeenschappen binnensluipt. Dat we meegaan in die haast die er de dag van vandaag leeft. Dat we zijn voortdurend... Ja. Bezig met wat er nog moet komen. En, ik denk echt dat het heel belangrijk is dat wij aan mensen ook tonen wat het betekent in het nu te leven. Als je voortdurend in het verleden bent of je bent voortdurend in de toekomst, dan is er toch iets mis. En wij zijn eigenlijk heel weinig in het nu. En ik denk dat die proportie een beetje anders zou moeten worden. Dat we eigenlijk vooral zouden moeten in het nu zijn, bewust van het verleden. Met een open oog op de toekomst. Maar de toekomst is ook nu. Als wij nu niet leven, wat wordt de toekomst dan? Het is een voorbeeld van woordeloze communicatie. Ja. Ik kan heel erg ontroerd zijn, bijvoorbeeld door 1 akkoord, die heel mooi is. 1 harmonie, een bepaalde plaats in een muziekstuk. We hebben ondertussen ook al een heel repertorium en er zijn stukken waarvan wij weten, dit zijn 2 maten en we weten alle 2
Die maat is zo mooi. Soms is alleen maar één noot waarop een fantastische begeleiding komt. En die noot moet lang aangehouden worden en dat is echt... Ja, dat is heel intens. Voor mij is dat... Ja. En hier is de keuken met onze kok Louis. Zuster, de Benedictinezen koken niet zelf? Wij koken niet zelf, want we hebben een kleine 100 meisjes intern hier. En wij zijn dus verplicht omwille van de normen die in ons land vereist zijn van een chef-kok aan te werven om te koken voor onze leerlingen en ook voor gasten. Indien er problemen zijn, komen ze naar de dekwest. Keuken is het centraal punt. Ik ben hier als enige kok tussen al die vrouwen en als er problemen zijn, dat is hier het centraal punt. Dan komen ze bij u uithalen? Ja. Nee. Ik bedoel, ze bepaalde situaties leggen ze dan uit of ik ben een beetje de tussenloper. Dus je bent eigenlijk meer dan een kok? Ja. All right, man. Ik ken een beetje wie wat eet. Dat is een beetje. Komt het wel eens voor dat ze terugkomen naar de keuken en u een zoen op de wang geven en zeggen: het was formidabel? Heel in het begin. Na verloop van tijd slijt dat. Ze zijn mij zodanig gewoon en ze vinden dat het desnachts altijd lekker is, dat ze dat een gewoonte vinden. Hè? Ik neem waar dat het heel moeilijk is in de stilte te blijven. Niet alleen voor de mensen in de wereld, ook voor ons is het elke dag opnieuw echt kiezen voor die stilte. Hoe vlug, ja, zoek je niet een afleiding. Maar als je daardoor durft gaan, dan wordt dat toch zo bevrijdend. Ja. Je kunt iets niet oplossen door er niet doorheen te gaan. En zo schuiven wij dingen altijd voor ons uit door die confrontatie niet aan te gaan. Ik geloof daar heel sterk in. Dat ons leven, ja. Waarom is dat bevrijdend als je door die stilte heen durft te gaan? Omdat je met een stuk waarheid geconfronteerd wordt. En waarheid is heel bevrijdend. Je moet een serieus ritme aanhouden om een doctoraat af te werken. Anders, ja... En ik kan er bijvoorbeeld heel moeilijk vrede mee vinden om iets niet perfect af te werken of om iets niet voldoende goed te doen. Maar het leven heeft zoveel limieten dat wij niet alles altijd perfect kunnen doen zoals wij gedroomd hadden het te doen. En dan moet je dat toch kunnen loslaten. En dat kan mij zo achtervolgen. En dan moet ik bijvoorbeeld gaan bidden en dan heb ik bijvoorbeeld iets niet kunnen afwerken. En dan is het de gebedstijd gekomen en dan begint dat. Die innerlijke molen. Zal ik nu die gebedstijd nemen of zal ik nu toch dat nog net even goed afwerken? En dan is de keuze toch, ja, nu is het eigenlijk mijn tijd voor gebed en ik ben daarvoor hier. En dat is eigenlijk prioritair in mijn leven. En dan kun je dus eigenlijk in je gebed daar voortdurend mee bezig zijn met wat je niet goed hebt afgewerkt. Er is geen enkel moment waarop ik denk, nu wil ik niet bidden. Voor mij is het leven... Leven en bidden is eigenlijk één. Nu wil ik daar geen idealisme van gaan maken of zo. Of het idee gaan geven dat ik zo heilig ben dat ik altijd bid of zo.
Maar bidden is voor mij op de golflengte komen van Gods aanwezigheid in en rondom mij. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat lief, dat u met de handen wilt brood ontvangen. Amen. We zijn hier in de binnentuin van het klooster. Het is eigenlijk een klassieke opbouw. Een vierkant. En in de middeleeuwen schreef men wel eens dat men vanuit de binnentuin alleen maar de hemel kon zien. En dat werd een beetje gebruikt als beeld voor de contemplatieve die enkel naar de hemel keek. Er zit wel iets in. Het is een beeld natuurlijk. Dus ons klooster is dus ook klassiek opgebouwd. We hebben het vierkant. En we hebben dan ook een vleugel naar rechts en een vleugel naar links. Of een vleugel vooraan en een vleugel achteraan, als u het zo wil. Vooraan hebben we de kerk en achteraan de refter. En dat staat een beetje beeld voor de kerk, daar waar men zich geestelijk voedt. En van daaruit gingen de zusters dan in processie naar de refter, waar men zich materieel voedt. We lezen uit de regel van onze heilige vader Benedictus in het vijfde hoofdstuk over de gehoorzaamheid zonder uitstel. Dus gaan we nu in de kerk binnen. Het is een dierbare plek in die zin dat ik hier mijn professie heb uitgesproken, zowel de eerste professie in 1997, als 3 jaar later dan de eeuwige professie, in het jaar 2000. En wat heeft u beloofd bij uw eeuwige professie? Ik heb gehoorzaamheid, stabiliteit en monastieke levenswandel beloofd. En waar staan die voor? Gehoorzaamheid staat voor... ik verbind mij ertoe een luisterende levenshouding aan te nemen, te luisteren naar wat God over mijn leven droomt. De stabiliteit betekent dat ik mij verbind aan deze gemeenschap tot aan mijn dood. En de monastieke levenswandel die staat eigenlijk voor de voortdurende bekering. Dus in het Latijn is het conversatio morum. Dus dat betekent dat ik elke dag opnieuw bereid ben om mij te bekeren, om te keren. Elke dag opnieuw mij te keren naar God, naar de ander, te kiezen voor God, te kiezen voor de ander. Dus ik ben eigenlijk bereid altijd te groeien in mijn relatie met God en met de anderen. Soms voelt men vanuit de afstand veel meer wat een bepaalde gemeenschap of een bepaalde plaats voor jou betekent. Zoals als ik in de paasvakantie terugkwam en ik kwam in onze tuin, dan dacht ik, maar hoe mooi is het hier toch? Belangrijk om ook aandacht te hebben voor het lichaam. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben dus een heel nadenkend type. Dus ik denk heel veel na. En die molen stilzetten is voor mij heel moeilijk. En het is inderdaad een feit dat als ik loop of als ik zwem, dan denk ik niet na. Dat zijn voor mij zo wat de enige momenten dat ik het denken kan stopzetten. U bent zuster Ria en u bent degene die
zuster Hanna hebt zien binnenkomen. U bent novice meesteres. Ja. Ja. En hoe kwam zuster Hanna nou binnen? Oh, als een heel vrije, broos meisje. Ja? Maar die is ondertussen ontpopt en helemaal opengebloeid. En dat doet mij heel veel goed. Ja? Ja, wij ook. Bent u trots op zuster Hanna? Ja. Waarom? Gewoon omdat ze nee, niet zei, jullie ook, hè. Maar ik toch een beetje meer, denk ik. Ik heb er dichterbij gestaan bij de evolutie. En bij hoe dat nieuw leven kan groeien in iemand. En als iemand op zijn plaats is, dan bloeit hij open. En als iemand op zijn plaats is, dan bloeit hij open. Dan bloeit hij open. Ik zou voorzichtig durven zeggen dat wat God droomt, dat is dat wij gelukkig zijn. En als psalmen zingen ons gelukkig maakt, dan denk ik dat God dat ook wil. En als muziek ons gelukkig maakt? Absoluut. En als u met elkaar samenleeft hier? Ja. En toch steekt het af bij wat velen in de wereld doen. In een wereld die op nut gericht is. Ja. Wat is dan de waarde van dit leven? Monastiek leven dient tot niets. Dat is wel bekend. Maar het is zoals een ademhaling. Het is zoals een ademhaling. In een wereld van drukte en van juist efficiëntie. Dus om te leven moet je ademen. Om te leven moet je recht staan. Moet je stil. Halt houden. En dan weet je, krijg je een zin voor je leven. Krijg je een vrijheid, een ruimte. En iedereen hunkert naar ruimte. Ik denk dat alleen het overbodige zin kan geven aan het leven. En wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat als wij alles wat ogenschijnlijk niet nuttig is uit ons leven zouden bannen, dan worden wij een plant. En ja, het is misschien nog niet zo goed uitgedrukt, want een plant is nog. Maar dan worden wij iets levensloos. Dan worden wij iets, ja. Zonder zin. Gelukkig is altijd nuttig. Ja. Zuster Hanna is al 13 jaar de jongste zuster van Priorij Bethanië. Ze wil zich geen zorgen maken over de toekomst van haar en de gemeenschap. Ze weet dat het steeds stiller zal worden in het klooster. Zuster Hanna wil in het nu leven en merkt wel wat er komen gaat. Als er mensen na mij komen, ben ik heel gelukkig, want ik geloof in dit leven en ik geloof in deze gemeenschap. En ik geloof in het monastiek leven op deze plaats. Maar als er geen mensen na mij komen, is het ook goed. Ik doe professie op deze plaats omdat ik geloof dat ik vandaag hier geroepen ben om met u te leven. En wat mij binnen 10 jaar of binnen 20 jaar wacht, daar heb ik nu geen boodschap aan. Daar heb ik nu geen boodschap aan. Ik ben vandaag geroepen om hier met u te leven. En mijn leven is aan hem gegeven en hij is er en hij zorgt voor ons beter dan wie dan ook voor ons kan zorgen.
En waar ik dan binnen 10 of 20 jaar zal vertoeven en met wie, dat doet er eigenlijk heel weinig toe. Zuster. Een hardlopende zuster. Ik heb veel gezien. En toen we hier begonnen zijn, zei ik, ja, u bent de hoofd van dit klooster. Daar mogen we het met u niet over hebben. Maar u bent wel een hele verrassende zuster. U loopt hard. U bent een denker. U speelt prachtig dwarsfluit. U bent een van de drijvende krachten achter dit klooster. U bent een verrassende zuster. Maar wie is nu eigenlijk echt zuster Hanna? Degene die God gedroomd heeft, die hoop ik te worden. Ik hoop dat ik die zal kunnen zijn op het moment dat ik hem tegemoet zal mogen gaan voor de grote ontmoeting. Dat is zuster Hanna. Ik hoop dat te worden, ja. Vanuit mijn menselijk standpunt zou ik zeggen dat zuster Hanna een gelukkige jonge vrouw is. Lid van deze gemeenschap. En ik heb heel veel kansen gekregen. Ik heb heel goede ouders gehad. Ik heb een fijne familie. Ik heb een hele grote vriendenkring. U bent een gelukkig mens. Ik ben een heel gelukkig mens. Ik ga u met dat geluk feliciteren. Dat doe ik niet zo vaak. Ik geef u een kus. Dank u. En ik zou zeggen, op naar het klooster. Dank u wel. Tot ziens. Volgende week in de kloosterserie van Kruispunt, de trappisten van West-Vleteren. Dat is de grootste rijkdom van ons leven, dat het geen leven alleen is. Misschien is het een eenzaam leven, maar het is geen leven alleen. Dus Christus in ons. De laatste zin van de eerste kanon vind ik zo sterk. In hem is ons leven. Hij is ons leven. Dat kan me altijd het diepste toe ontroeren. Dus, en meer leven we niet. Dus zo simpel is het. In de Benedictijnse traditie is het ontvangen van gasten heel belangrijk. Dus Benedictus schrijft ook in zijn regel dat gasten eigenlijk nooit mogen ontbreken in het klooster. Dus het is een van de typische aspecten van de Benedictijnse spiritualiteit, het onthalen van gasten. Dus dit is de icoon van Bethanië met Jezus centraal. Die staat ook centraal in ons leven. En daar rond heb je dus Maria, Martha en Lazarus. Dat waren twee zussen en een broer die woonden in Bethanië. En Jezus was eigenlijk heel goed bevriend met hen en kwam daar heel regelmatig thuis. En die drie personages zijn eigenlijk een beetje het beeld van wat wij hier in Bethanië met ons leven willen uitdrukken. Eerst en vooral Maria, die aan de voeten van Jezus zit, die luistert naar Jezus, naar God, naar de Heer. De biddende vrouw, degene die ontvankelijk is voor wat op haar weg komt, voor wat God op haar weg zendt. En dat is vanzelfsprekend dat in ons leven het gebed zeer centraal staat en het luisteren, aangezien wij ook in stilte leven, is luisteren iets wat heel belangrijk is voor ons, een luisterende houding. Dan heb je dan ook Martha, die beeld staat voor de dienstbaarheid, het werk. Dus Benedictus zegt ook dat we moeten leven van het werk van onze handen. En dus
Werken en bidden, ora et labora, wordt traditioneel aan Benedictus toegeschreven, ook al staat het nergens in de regel. Maar eigenlijk bestaat ons leven toch wel een beetje uit bidden en werken. Nu vraagt die dienstbaarheid eigenlijk dezelfde houding als de luisterende houding van Maria. Het is ook ontvankelijk zijn voor wat er op je weg zal komen, voor wat er van je gevraagd zal worden. Dan hebben we ook Lazarus, die Jezus uit de doden heeft opgewekt en die eigenlijk beeld is van onze verrijzenisprediking. Dus het feit dat wij voor de mensen willen getuigen van het feit dat de Heer leeft. En dit wordt verwezenlijkt in onze zending naar buiten toe, maar ook hier ter plaatse. En ook voor elkaar en voor alle mensen die toevallig hier komen, willen wij getuigen van de verrijzenis, van het feit dat de Heer leeft. In feite willen we ook gewoon door ons zijn getuigen zijn van die onzichtbare die leeft. Waar gaan we nu naartoe, zuster? Ik zou misschien heel eventjes de aandacht vestigen op de wereldkaart, waar al onze stichtingen van onze congregatie aangeduid zijn. Dus we zijn begonnen in Loppem. We hebben dan gesticht in Congo, Portugal, Brazilië, in Bethlehem. En onze zusters van Congo die zijn nu ook een stichting aan het doen in Tjaad. U bent dus een open congregatie? Ja. De zending is bij ons heel centraal. Dus het stichten van monastiek leven daar waar het nog niet bestaat. En wij weten ook als wij professie doen in deze gemeenschap, we hebben de gelofte van stabiliteit. We hebben drie geloften, die van gehoorzaamheid, stabiliteit en monastieke levenswandel. Die van stabiliteit bind je aan deze gemeenschap. Ik ben zuster van Bethanië tot aan mijn dood. Dus ik behoor tot deze gemeenschap. Maar wij weten wel, als we professie doen, dat we altijd bereid moeten zijn om uitgezonden te worden. Het zij voor een stichting, het zij om in een of ander klooster van onze congregatie te helpen. Of om daar een tijd te leven of zo. Maar wij leven daar hetzelfde monastiek leven als hier, binnen de kleur van die andere cultuur natuurlijk.